Kantate 62, Nun kommt der Heidenheiland, gemaakt voor de eerste zondag van de Advent. En daar kan Bach, net als in andere stukken van hem, ook niet om de allerberoemdste adventsmelodie heen die er in zijn tijd is, namelijk die van Luther zelf, Nun kommt der Heidenheiland. Eigenlijk is de inleiding van het orkest, zoals het start, de kantate, is eigenlijk meer een soort sfeerimpressie als dat er nou iets letterlijk met die koraalmelodie gebeurt. Die hoor je ook helemaal niet in het begin. En wat is die sfeer? Dat is, ja, ik zou zeggen, het Nederlandse woord is het zindert. Er hangt iets in de lucht. Je voelt iets aankomen, maar je weet nog niet precies wat het gaat komen. Het is iets om je ongetwijfeld op te verheugen. Dat blijkt uit de noten, want Bach gebruikt hier die zogenaamde figura corta, papapam, papapam, waardoor iedereen snapt, dat is een vreugdevolle zindering die we voelen. Er is iets spannends aan het komen, de komst van de heiland. En hij laat die figuur voortdurend in de hobo's klinken. Strijkers maken serpentine-achtige figuren die eigenlijk bijna alleen maar als slingers kunnen worden uitgelegd. Die een beetje de nervositeit van die scène nog verhogen. En dan opeens is daar die basmelodie die iedereen kent. Hij komt eraan, onze heiland. En in de andere stemmen, dat is interessant, is die melodie nooit weg, maar altijd een beetje in gewijzigde vorm. Dat wordt ook wel eens voorimitatie genoemd bijvoorbeeld. Dus voordat je het echte thema hoort, hoor je dan al noten die daar een beetje aan refereren. Dus als een koorstem inzet met Nun kommt der Heidenheiland, maar dan vervolgens anders verder gaat, dan heb je toch al het begin van de koraalmelodie gehoord. Ook laat hij eigenlijk de melodie nooit los. Maar wat opvalt is dat door die zindering van het orkest om die melodie heen, dat er eigenlijk meer een scène wordt gecreëerd waarbij iedereen verwachtingsvol uitkijkt, als dat er nou zo'n degelijke ouderwetse behandeling van die koraalmelodie plaatsvindt. Dus eigenlijk weer een hele unieke manier om dat vorm te geven.